Louise hier. Ik heb weer iets leuks nieuws bedacht. En ik denk, deze ga ik weer even leuk op een video opnemen. Ik ga een kaartje maken en daarbij ga ik ook weer verschillende materialen uit de tweede collectie van Creative Craft Lab gebruiken. Waaronder deze hele toffe stempeltjes met hondenteksten. Het zijn Engelse teksten. Het zijn echt super leuk. En er staat, you had me at woof, life is rough. Dog kisses fix everything. For my best paw. Dus eigenlijk van alles. Ook losse, leuke hondenpootjes. Maar dit heeft helemaal niks met honden te maken wat ik nu ga maken. En ik zag hier dog-aholic staan. En ik dacht, ik wil een kaartje voor een shop-aholic maken. Dus laat ik dat woordje aholic nou lekker heel veel erop gaan stempelen. En dan ga ik dadelijk met andere nieuwe materialen wat leuke dingetjes nog erbij verwerken. Wat ik als eerste wil gaan doen is even dit. Ik heb gewoon een basis A6 kaartje gesneden. Deze is, moet ik even denken, 10,5 bij 14,8. En deze is dan een half centimeter groter aan beide kanten. Zodat je een mat randje erbij wil maken, kan maken. Ja? Dus wat ik ga doen, even een stukje tape. Want ik wil hier even een afscheiding maken. Waar mijn inkt komt. Even kijken. Hier ongeveer, denk ik. Maakt niet zo heel veel uit hoor. Dan kan je gewoon lekker zelf beslissen waar dat je dan wil hebben. En ik gebruik mijn Memento inkt in de kleur Lulu Lavender en Sweet Plum. En ik heb een heel handige brush van Studio Light waarmee ik de inkt aan ga brengen. Nou, ik doe dat altijd eerst eventjes op mijn glasplaatje. Zodat ik dat heel makkelijk ervan op kan pakken. En die hele lichte kleur, je ziet het. Je ziet hem eigenlijk bijna niet. Maar echt, hij zit er wel. Ik ga die eerst eventjes aanbrengen. Misschien kan ik deze anders beter uit mijn inktdoosje aanpakken. Dan komt er misschien iets meer van af. Maar normaal gesproken vind ik het fijn om even eerst op mijn glasplaatje te werken, zodat je niet te veel in één keer oppakt. Nou, bij deze is het zo licht. Dus ik pak deze toch gewoon eventjes uit mijn inktdoosje op. Het net zo makkelijk. Maar als je dus een hele donkere kleur hebt, kies ik er altijd voor om eerst aan te brengen op mijn glasplaatje en dan pas op mijn papier. Nou, ik wil hier een beetje van donker naar licht gaan verwerken. Dus vandaar dat ik even op deze manier dat zo aanzet. Even die donkere kleur erbij pakken. Ook die kan je ook van donkerder naar lichter uitstrijken. Hè? Dus heb je bijvoorbeeld alleen een donkere kleur, zet je hem aan de onderkant even donker aan. En dan laat je hem uitvloeien naar boven toe, zeg maar. Dus dat ga ik nu even ook doen naar die lichte kleur toe. Dus de onderkant zet je donkerder aan en naar boven pak je dan wat lichter. Ik ga steeds op mijn glasplaatje beginnen met het aanbrengen, zodat je niet een hele donkere aanzet krijgt. Zeker naar boven toe, dat zou zonde zijn van mijn werk wat ik erin steek. Nou, ik doe nog een klein beetje erbij. Zo blijven we lekker bezig. Nee, ik vind het gewoon mooi als daar een mooi verloopje in zit. Dan, dat maakt al de helft van je kaartje, zeg maar. Dus dan moet dat ook wel mooi zijn. Zo. Nog even een beetje. En dan vind ik hem wel prima eigenlijk. Ga ik heel voorzichtig die tape eraf halen, want ik wil natuurlijk niet dat mijn papier stuk gaat. Dus neem daar gewoon even je tijd voor, niet rutsch eraf, want dat is gewoon zonde. Oh, hier maak ik het al een beetje stuk. Dan heb ik wel geluk dat ik daar zo meteen nog iets onder ga plakken. Of erover ga plakken, daaronder natuurlijk niet. Zo. En dan maak ik heel eventjes mijn glasplaten hier een beetje schoon.
Zodat ik dadelijk niet al mijn mooie spulletjes daarin leg. Dat is natuurlijk zonde. Nou, ik heb hier dus echt al een heel tof verloopje in mijn kleur. En aan de bovenkant heb ik het dus lekker wit. En ik ga nu eerst even wat stempelen. En dan zal ik straks ook nog om de harde overgang weg te werken nog wat erbij spetteren. Ik heb die stempel Doc Aholic. Daar wil ik natuurlijk alleen het woordje Aholic van gebruiken. En normaal gesproken plak ik dan altijd het stempeltje een beetje af. Maar dat woordje Aholic wil ik heel vaak terug laten komen. Dus in plaats van het af te plakken, heb ik mijn stempel even kapot geknipt. Doe dit wel heel voorzichtig als je dat gaat doen hoor. Dat is wel echt, want je moet je echt heel voorzichtig knippen, anders knip je al in het woordje Doc. Dus als je dit niet durft, doe dan gewoon eventjes iets te opplakken of veeg het met een doekje weg. Want zonde natuurlijk als je je hele stempel stuk maakt. Nou, ik heb natuurlijk de stoute schoenen gewoon even aangetrokken en er gewoon gedaan. Oh, voordat ik dit ga doen. Ik heb een heel tof tasje uitgestanst. Dit is een nieuwe accessoire set wat bij de Friends hoort. Dus bij bijvoorbeeld Buddy en eerder is in de vorige collectie Ted al uitgekomen. Een heel leuk handtasje. Het nummertje daarvan is CCL FRCD 173. En we gaan die nu zonder hondje of zo gebruiken, maar gewoon lekker de tas voor een shopaholic. Dus die zet ik zo een beetje zo naar beneden. Maar dan vind ik het dus grappig als dat woordje aholic hier zo gewoon lekker eromheen uitkomt. Het hoeft niet helemaal precies hier regeltje voor regeltje, maar gewoon dat hij een beetje uitsteekt bij mijn tasje. Nou, ik ga eventjes mijn woordje beïnkten en dan ga ik gewoon even kijken, want het komt toch nooit helemaal precies zo uit. Ik kan hem wel overal hier gaan stempelen, maar dan valt dadelijk toch de helft weg. Dus wat ik doe is gewoon stukjes. Kijk, en zo, anders moet ik dus de hele tijd dat woordje Doc schoonmaken. Dus vandaar dat ik hem geknipt heb. Maar vind je het spannend? Geen probleem hoor, want het maakt echt niet uit. Dan doe je gewoon hem een paar keer vaker af. Je hoeft het niet te knippen. Ik zag er alleen zoveel mogelijkheden mee. Je kunt ook bijvoorbeeld iets voor een workaholic of zo maken. Dus ik denk, nou, ik ga die wel eventjes zo op deze manier gebruiken. En als je het niet met de hand makkelijk stempelt, dan kun je er ook voor kiezen om een stempelhulpje hiervoor te gebruiken. Hè? Nou, ik vind, dit mag wel ook een beetje speels, hoeft niet helemaal precies. En op zich kan ik best wel goed uit de hand stempelen. Dus ik vind dat het hier bij dit kaartje dan ook wel makkelijk kan. Ik veeg steeds eventjes dat weg. Anders blijft al die inkt uiteindelijk op mijn acrylblokje zitten. En dat vind ik wel een beetje zonde. Zo, even kijken als ik mijn tasje erop leg of ik een beetje goed zit. Ik mag hierboven nog wel iets meer aansluiten naar het midden toe. En dan hoef je dus niet die hele vlak vol te stempelen, want die tas komt er overheen, dus dat ziet niemand meer. Oep. Dus dat vind ik dan onnodig veel werk, zeg maar. Terwijl je toch gaat verstoppen weer. Dit is toch vet. Ik hou er zo van, hè. Om daar lekker mee te spelen met die stempeltjes. En je kan er zoveel kanten mee op. Je hoeft niet per se het precies te gebruiken zoals het er staat, zeg maar. Kijk even een beetje richting het midden weer. Want die tas komt niet super laag, hè. Dus dan... Leuk als je hier beneden dus wat minder naar die zijkanten toe zit. Dan krijg je ook wel een heel vet effect. Denk ik. Jullie weten het, hè. Ik doe altijd meteen filmen. Dus ik leg altijd even wat spulletjes klaar. Want ik denk, nou, daar wil ik wel gaan gebruiken.
En dan zetten we de camera gewoon lekker aan. En dan zullen we zien hoe het loopt. Zo is altijd mijn werkwijze. Weer een beetje letten. Dus dan is het wel heel erg alleen naar binnen toe. En dan wordt het nog een beetje statisch. Dus dat wilde ik niet. Nou vind ik hem aan die kant wel echt heel tof. Maar hier moet hij nog iets meer uitsteken, zie ik wel. Het is altijd wat, hè? Zo blijven we bezig. Die daarboven moet ook nog. Ik zat de zunig te doen. Ja, zo steekt hij uit mijn tas. Ja, dan gaan we aan de andere kant. Boven ook even stempelen. En dan krijg je gewoon echt een heel tof geheel. Nou, het duurt wel even hè, met mijn gestempel. Dat weten jullie wel. Nou scheelt het dan dat ik niet iedere keer dat woordje hoef schoon te maken. Zo. Die zat een beetje scheef. Woeps. Plakken we dadelijk wel weer iets op. Komt allemaal goed. Zo. En natuurlijk kunnen jullie mijn kaartjes ook komen bekijken op de Creadoe in Utrecht. Daar ben ik ook weer gezellig. Samen met Corine en ik denk met Gijs. Dus dat wordt gewoon ook weer super leuk. Dus gewoon lekker ook aankomen wij bij de stand van Studio Light. En dan hebben we natuurlijk alle leuke spulletjes ook van Craft Lab. Dus dat is helemaal leuk. Dat wordt een gaaf feestje. Sander is er waarschijnlijk denk ik ook wel. En ik weet eigenlijk niet wie nog meer. We gaan het zien. Even kijken. Het is altijd, hè. De ene kant vind ik altijd net iets mooier dan de andere kant. En dan had ik hem bijna op de kop gestempeld. Oei, oei, oei. Ja, dit wordt wel wat, hoor. Nou even goed kijken, want anders gaat het dadelijk echt op de kop. En dat wil ik niet. Dan moet ik helemaal opnieuw beginnen. Nee, dat is niet zo'n succes. Gewoon. Deze gewoon even zo. Oké. Hij zit natuurlijk niet zo heel mooi naast elkaar. Maar dat lossen we zo meteen ook vast wel weer op met iets. Of ik werk gewoon een beetje. Ik stempel ze gewoon een beetje naar elkaar toe. Komt er toevallig goed uit. Pas precies nog één woordje tussen. Nou, alsof ik het zo bedacht had. Deze ook even doen. Is iets minder perfect, maar ook die komt goed. Even kijken hoe het eruit ziet hoor, als ik mijn handtasje erop zet. Helemaal vet. Ja, top. Ik zit denk ik zelfs te denken of ik ook een heel klein stukje nog naar boven ga. Ik dacht ik blijf op het paarse, maar misschien is het wel leuk om er gewoon een beetje vanaf te wijken. Zodat je niet die strakke overgang hebt. Doen we gewoon. En dan gaan we daar dadelijk nog lekker even met zwarte gesso mee spetteren. En dan krijg je gewoon een heel gaaf effectje.
Dan wordt het allemaal één, zeg maar. Dan haal je het allemaal weer een beetje naar elkaar toe. Ja, hoeveel moet ik niet? Ik zit wel te denken hier beneden. Maar dat vind ik ook gewoon goed zo. Ja, perfect. Zo krijg je dus iets heel tofs. Als je al die woordjes dus vaker terug laat komen. Mini stempeltje heb ik ervan gemaakt. Heel even schoonmaken. En zorgen dat ik hem niet meer kwijtraak. Want die kon nog wel eens vaak gebruikt gaan worden bij mij. Altijd leuk. Ik zal hem even een close-up hier laten zien. Kijk hoe gaaf. Super tof, toch? Pak ik meteen even mijn zwarte gesso erbij. Om eventjes... ik heb mijn tasje omgevouwen. Oeps. Mijn zwarte gesso om een beetje erbij te gaan spetteren. Dan krijg ik meteen een heel tof geheel. Een kwastje zocht ik. En ik heb dus gewoon zwarte gesso hier. Waarvan ik een klein beetje uit mijn potje haal. En dan spreek ik wat water bij om lekker te spetteren. Dan maak je dan eigenlijk, meng je dat, die gesso zeg maar, met het water zodat je een beetje een papje krijgt. Zo. En dan, ik doe altijd het eerste een beetje af. En dan ga ik een beetje erbij spetteren. Je ziet dat ik in het midden begon met spetteren, zodat ik kan zien hoe groot die spettertjes zijn die eraf kwamen. Want daardoor wordt mijn tekst natuurlijk iets minder goed leesbaar. Als je dan dus hele grote spetters hebt, dan zie je er duidelijk niks meer van. Dus dat vond ik een beetje jammer. Maar hierdoor krijg je wel echt... het is wat minder statisch. En het wordt gewoon heel erg tof, zeg maar. Hier naar boven spetter ik ook lekker wat. En ik vind het dan echt meer een soort designpapierachtergrondje, zeg maar. Dus iets minder strak allemaal en gewoon lekker wat speels. Alsof het gewoon zo hoort, zeg maar. Zo, dit plasje gaat ook weer aan de kant. Lekker weg ermee. Je hebt daar altijd maar een beetje van nodig. Ik zal het ook even een beetje schoonmaken. Even dit voorzichtig oppakken. Het is altijd zo droog hoor, die spettertjes. Je zag het, ik spray wel wat water erbij, maar ik zorg niet dat het een gigantische plas wordt, zeg maar. Als we dit hebben, dit mag even gewoon rustig drogen voor mij. Dan ga ik verder met mijn handtasje. Met deze leuke mal. Even deze weer. Die kun je natuurlijk ook, want ik heb hem nu dus wel geknipt. Maar die kun je gewoon weer in elkaar puzzelen. Want ik heb er niks van weggegooid, zeg maar. Dus je kunt hem gewoon weer in elkaar leggen. Zodat je hem ook weer samen kan gaan gebruiken. Dus. Dat. Zo. Nou is het gewoon weer één. Deze heb ik even nu niet meer nodig. De handtas. Ik heb dit gestanst uit de spiegelkarton. Super tof. En die ga ik even opplakken. Heb ik mijn lijm. Op mijn zwart kaartstokje. Hier zitten namelijk allemaal puntjes ingestanst. En als ik die hier op doe, dan heb ik aan één kant wit en één kant paars puntjes. Nou, ik vond het gewoon leuker als dat gewoon helemaal zwart wordt. Dus dat ga ik eventjes regelen. Ik ga even overal wat van die puntjes lijm aanbrengen, zodat die ook even goed blijft plakken. En dan plak ik ze gewoon op een effen zwart blaadje. Zodat je die puntjes daar niet meer doorheen kunt kijken, zeg maar. En dan knip ik hem gewoon rondom af. Ik had net al een heel mooi stukje op maat ongeveer geknipt. Ik dacht het ook al, maar die had ik mooi verstopt hier. En dan knip ik hier gewoon eventjes zo omheen. Zodat het er gewoon netjes uitziet.
Zo. Ik ga nog even niet erop plakken. Want bij die basis waar ik net allemaal inkt en stempeltjes heb aangebracht, daar wil ik ook nog uit gaan stansen. Ik zal eventjes laten zien. En ik vind het wel tof als ik die tas straks met foamtape opplak. Zodat ik daar ook bijvoorbeeld geld of een cadeaubon of zo in kan steken. Zo'n cadeaupasje, zeg maar. Nou, dit komt straks dus hier erop. Kijk hoe tof. Dan zie je dus dat Shopaholics hier dus helemaal er rondomheen. Ik vind dat echt heel gaaf zo uitzien. En misschien denk je, oh, dan hoef je je stempeltjes niet voor kapot te maken. Maar ik hou hier wel echt zo helemaal van. Dus dat doe ik gewoon lekker daarvoor. Ik heb hier dit hengseltje van de tas heb ik uit zwart eventjes gestanst. En die ga ik daar ook op plakken. Zometeen. Maar wat ik eerst ga doen is, ik heb hier een kaartje en ik heb er dus Aholic al heel veel gestempeld. En daar moet het woordje shop natuurlijk bij. Nou, daar is een heel nieuw alfabet ook uitgekomen. Deze is ook echt zo gaaf. Met allemaal schuine streepjes erop en een matrandje. Dus echt heel tof. En het nummertje hiervan is CCL ESCD 174. Ook hier zullen van nog heel veel ideetjes voorbij komen. Nou, ik wil het woordje shop dus hier gewoon lekker hierboven erop verwerken. Zodat je hier dus dat ziet en daar een leuke combi van hebt. Nou heb ik het woordje shop al eventjes zo uitgestanst. De letters. Maar je hebt dus dat matrandje ook. Dit zijn de letters dan. Dan krijg je dus een hele toffe schuine streepjes eruit. Je hebt dus ook die matrandjes. En die wilde ik dus gewoon uit mijn kaartje hier gaan stansen. Dat was mijn bedoeling. Even kijken hoe die moet. Hoho. Nou, ik denk dat het niet zo heel veel uitmaakt. En nou zeg ik dit, maar nou past dat denk ik helemaal niet zoals ik dat wil. Oh no! Oké, okay, eruit stansen gaat dus niet. Was een leuk idee geweest, maar had ik een groter kaartje moeten pakken. Dus foei, weg met dit idee. Dan gebruik ik gewoon zo de letters los. Maar daar wil ik natuurlijk wel weer even met die paarse kleur gaan doen. Dan komt die weer even terug. Dus ik pak hierbij weer Sweet Plum. Dat was sowieso al het plan. Alleen had ik het leuk gevonden om dat matte randje dus eruit te stansen. Nou, dat wordt weer bij een ander kaartje dan. Ik ga de onderkant hiervan ga ik aanzetten. Of zal ik de bovenkant doen? Dat is weer eens wat anders. Ik doe de bovenkant. Die ga ik aanzetten met die paarse inkt. En dan laat ik hem een beetje uitvloeien naar het witte toe. Zodat je een beetje zo'n halve letter gekleurd krijgt. En ik had hem eigenlijk dus aan de onderkant willen doen. Maar toen dacht ik, oh, dit is eigenlijk vetter. Want hier gaat hij paars onder, wit boven en dan zo om. Dus even kijken, de bovenkant van mijn letter moet paars. Oh, daar moet ik wel even goed bij nadenken, anders gaat dat dus fout. Zo. En de O, dat moet schuin. Dus ik moet even goed kijken hoe dat dan zit bij die O. Want die O is natuurlijk lekker rond. Moeten die met die andere streepjes schuin overlopen. Even die andere daarnaast hoor. Dan kan ik zien hoe ze, of ze evenredig lopen, zeg maar. Zo wel. Dat is dan weer lastig te zien bij zo'n letters. Kijk, als je het erop plakt, dan gaat het natuurlijk goed komen. En dan de laatste letter nog even. Dan kunnen die lekker zo meteen op een kaartje. Zo. Oh, en nou dacht ik eigenlijk, ik doe helemaal geen hondjes of zo erbij. Toch was het misschien wel schattig geweest eigenlijk als ik daar iets uit zou laten piepen. Dus daar moet ik nog heel even over nadenken. Maar ik ben nog niet klaar, dus dat kan zometeen misschien nog.
Even kijken, die letters doe ik heel even opzij. En deze komen er sowieso. Of misschien kan ik ze een beetje zo om de tas heen. Nee, vind ik ook niet zo leuk. Ik denk dat ik misschien toch dadelijk dat hondje eruit laat piepen. Dat toch het buddyhondje er wel bij komt. Woeps. Dan moeten we buddy nog even gaan maken. Maar dat geeft niets. Deze ga ik nu dan even plat erop plakken. Mijn plannetje was eigenlijk anders, hè, maar dat had ik al verteld. Alleen als je het dus meteen doet filmen, dan kan het wel eens anders lopen dan dat je eigenlijk wenste. Maar dat maakt wel weer het heel tof, want soms ga je het dan veranderen. En nu ga ik gewoon lekker door en krijg je toch altijd wel een leuke draaier aan, zeg maar. Nee, even mijn liniaal eronder leggen dat het ook een beetje recht ligt. Vind ik altijd eigenlijk wel mooi bij een tekst. Volgens mij is die zo aardig recht. Dan kan ik dan mijn letters makkelijker opplakken. Zo. Oh, zo. En dan beweeg ik mijn liniaal weer. Deze gaat even helemaal naar deze kant. En dan plak ik die binnenletters ertussen. En dan heb je meteen ook een goede verdeling van je letters, zeg maar. En ik heb deze dan wel gewoon een stuk wit. Maar toch valt die wel op, doordat je de helft van je letter ook dan een kleurtje hebt gegeven. Valt die wel op, ook al plak je het gewoon op wit papier. Oh. Daar moest hij niet. Hij had ook nog een eigen willetje. Even kijken. Tot het een beetje recht zit. Volgens mij wel best wel hoor. Zo. De O nog erbij en dan hebben we de letters erop zitten. Maar eigenlijk trouwens, want ik zeg buddy moet erbij, maar dat hoeft helemaal niet. Want als ik hier geld in stop, dat was mijn bedoeling, dan zit dat toch ook leuk opgevuld. Dan kan je een stukje letter uitsteken bijvoorbeeld of zo. Of zo'n pasje. Zo'n cadeaukaartje zeg maar. Even kijken dat deze gewoon goed verloopt. Met schuine strepen. En zo gaat hij volgens mij gewoon goed. Zo. Hoppakee. Deze moet hier nog erop. En bij de ronding van dat hengsel, zeg maar. Dan ga ik even wat foamtape plakken. Een 1 mm tapeje. Zodat dat net iets hoger op mijn handtas ligt. Dat vind ik zelf gewoon leuk uitzien. Dus dat hoeft niet als je dat niet wil. Maar dan heb je daar net een beetje verhoging. En dan plak ik op de uiteindes hier bij die ringen, zeg maar, die aan de tas zitten. En daar doe ik gewoon even wat vloeibare lijm. En dan kan die zo op mijn kaartje. Even kijken dat die altijd een beetje in het midden zit. Vind ik mooier. Zo. En dan ga ik hier aan de zijkanten. Ga ik zo meteen even wat foam tape zetten. Zodat je hier aan de bovenkant, dus zeg maar aan de zijkanten en aan de onderkant doe ik foamtape. Zodat je hier dan nog wat in kunt stoppen, zeg maar. En dan mag je ook best zien als je wat geld erin doet. Of zo'n pasje dan bijvoorbeeld of zo. Dan is dat ook leuk. Dus ik gebruik hiervoor die foam stripes van JJ. Of JJ, ik weet eigenlijk niet hoe ik het uitspreek.
Die vind ik echt zo fijn om mee te werken. Die zijn 2 mm dik. En een halve centimeter breed. Dus die kun je ook heel makkelijk voor shakerkaartjes en zo gebruiken. Zo, dit kan eraf. En dan kan mijn tas erop. Even kijken, dan kan ik op de leuke plek gaan maken. Zo zit hij wel ongeveer ook in het midden. Nou, helemaal leuk. En dan kun je er dus hier aan de bovenkant zo nog iets in stoppen. Als je me iemand cadeau geeft. En dan had ik... Oh, ik heb mijn... Oh no. Ik had het mooie zwarte papiertje op maat gesneden. Klein momentje. En die heb ik nu dus achter mijn handtas geplakt om te verknippen. Dus ik moet even een nieuw papiertje op maat snijden. Wat hier dus omheen past. Nou, lekker handig dit. Even kijken. Zo, dit was denk ik. Ik heb hem dus ongeveer een halve centimeter groter gedaan dan het andere kaartje. Of dan het eerste, dat basisblaadje waar ik op gewerkt heb. En kijk maar, ze ziet er wel vet uit. Als je dan nog zo'n zwarte achter doet, dan knalt dat er lekker uit. En hier eventjes nog wat 1 mm foam tape achter doen. Dat vind ik gewoon wel iets mooier. Als dat je hem plat opplakt. Maar ook dat is gewoon een kwestie van smaak. En wat vind je zelf mooi, doe dat vooral ook. Zo. Nog een paar stukjes erbij. En dan kan die zo meteen op mijn basiskaartje. En hier in het midden nog een stukje. Kan de beschermlager weer af. En dan zijn we volgens mij een heel eindje. Echt, deze collectie is zo gaaf. De kaartjes vliegen gewoon weer lekker onder mijn handen vandaan. Ik hou ervan. Je kunt er zoveel leuks mee bedenken. Even kijken dat ik hem een beetje recht plak. Dat is altijd het nadeel in zo'n video, zeg maar. Nou, volgens mij zit hij redelijk recht. Nou, hier heb ik dus ruimte om iets erin te stoppen. Een briefje van geld of een cadeaubon of net wat je wil. En dan zal ik hem even in close-up laten zien. Want dan heb je dus gewoon een heel leuk, snel kaartje. Tof, toch? Dus ik hoop dat ik jullie weer mocht inspireren hiermee. Geef mijn video vooral een like en een reactie is ook altijd leuk. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei doei!